in de wedstrijd tussen Excelsior en Helmond Sport. Waarbij het zo is dat Excelsior, daar moet u dan even aan wennen, in het groen speelt. Er is Stans. Goed paasje binnendoor. Daar komt de eerste kans van de wedstrijd. Die is toch echt voor Helmond Sport. Goed daar bij de eerste paal. Chef Stans aan de basis van die aanval. Opdam. Die naam heb ik u nog niet genoemd. Hij is op proef. Dan zijn er weer op proef en die gaat erin. De bal wordt nog van richting veranderd. De voorsprong is voor Helmond Sport en het is niet helemaal geheel en al onlogisch. Het is Sander Verrijken die raak schiet in de 7e minuut. Mooi schot. Doelman Dame is daar tamelijk kansloos. Duivenstein, ook een aardige voetballer. Wat heet lat en paal zorgen ervoor dat Helmond Sport niet op 2-0 voorkomt. En dan hebben we nog geen 10 minuten gespeeld. Zwarts. Een goede bal. En goed binnengewerkt ook door Obarsson. Goede indraaiende voorzet. Mooi afgewerkt door de man van IJsland. Is natuurlijk wel heel veel ruimte daar centraal achterin bij Helmond Sport. En dus is het binnen het half uur. Gelijk. Goede assist van Zwarts. Excelsior wilde graag hier in het eigen stadion een fijne aanvallende partij aanbieden. God eruit! Vooruit! Vooruit! Maar het meeste aanvallende vermaak komt van Helmond Sport. Wiever haalde die bal weg, maar onderschept en net naast geschoten naar de Lukini. Weer een mogelijkheid toch voor Helmond Sport. Dat leek Hens. Gelukkig mag hij verder. Duivenstein, maar dat vergeet hij dan. Lens Duivenstein. Ik speelde ooit 2 wedstrijden voor het Nederlands elftal onder 15. Via NEC en ADO dus nu bij Helmond Sport. Zo zie je maar hoe lastig het kan zijn. Omarsson kreeg even een beukie. Dat is wel pijnlijk voor de man uit IJsland, maar dan gebeurt er tenminste weer wat. Verrijken. Het levert een vrije trap op. Binnen zonder kloppen. Dennis Moreer. Ja, binnen. Ja, van die afstand. Ja, applaus. Want het is keurig gedaan van Amad Mendes Moreira. Maar vanaf die afstand moet hij toch voor de keeper zijn. Maar is niet zo. Mendes Moreira zet Excelsior op voorsprong. Het is glad. Het heeft geregend. Het regent misschien nog. Maar dan nog, hij heeft zicht op de bal. Die draait wel steeds verder van hem weg. Hij glijdt voorbij het doel, maar heeft de bal niet. Ja, mooi ingeschoten, zeker. Dat is een goede bal. Die van de Sluis. Nou, die mag toch wel gekopt worden. En niet geschampt zoals Duivenstein daar doet. Stijn Meijer. Nou. Maar er is nog een aardige rebound. Leek voorbij. Aanval. Maar dan kwam nog even Julian Baas. Tamelijk slecht verdedigd door het Cepar. Maar het blijft zonder gevolg. Kan nog, weer Verrijken. Kreeg hem van Keilegom. Stans. Is hij wel nog binnen? Dan is hij nu helemaal binnen. Hij is over de lijn geweest, over de achterlijn. Nou, we zullen dat nooit helemaal zeker weten. Joppe leek die bal binnen te houden. En zo kunnen we het wel aardig zien. Ik vind dat hij binnenhoudt. Geen extra tijd. En zo wordt het ook. Bij een vriendschappelijke wedstrijd.
die Excelsior dan dus uiteindelijk toch maar zijn kop weet te trekken.